Peter van Rompuy, 2019 wordt een belangrijk jaar. Alle jaren zijn belangrijk natuurlijk, maar dit is een verkiezingsjaar. En u bent als ondervoorzitter van het Vlaams parlement ja, toch wel een van de prominentere politici uit uw partij. Ja, ik denk 2019 volgt natuurlijk snel op 2018. Hè. 2018 waar we de lokale verkiezingen gehad hebben, die voor onze partij, meen ik, beter afgelopen zijn dan verhoopt. Wij hebben op een hoog niveau kunnen standhouden, terwijl er toch een harde campagne aan vooraf gegaan is. We zijn nu bijna in 2019. De aanloop naar de verkiezingen is stilaan ingezet. Maar wij hebben wel wat vertrouwen getankt uit de lokale verkiezingen. En in die lokale verkiezingen heb ik gezien dat, of hebben we kunnen zien dat er twee partijen duidelijk vooruit gegaan zijn. Dat zijn de Groenen en het Vlaams Belang. En het is de N-VA die wat heeft moeten prijsgeven aan het Vlaams Belang. Hetgeen de afgelopen weken ertoe geleid heeft dat ze hun positie in de federale regering in vraag gesteld hebben en er uiteindelijk uitgestapt zijn. En dat we normaal gezien naar verkiezingen hadden kunnen toeleven die zouden gaan over het bilan van de Zweedse regering, hè. Een regering die ik altijd verdedigd heb. Maar dat zal nu helemaal anders uitdraaien, omdat N-VA als vierde roeier in de boot vlak voor de meet beslist heeft om van boord te springen, om het zo te zeggen. Dus hoe dat die campagne juist zal verlopen, is niet helemaal duidelijk. Hè. Ik denk dat er drie dingen zijn waar we naar moeten kijken in elke verkiezing, maar nu misschien meer dan ooit. Hè, omdat we dus niet het normale scenario hebben waarbij een coalitie haar beleid ten volle kan verdedigen. Ik denk één op het vlak, op het inhoudelijk vlak. Hè, is migratie een thema dat belangrijk zal zijn in de campagne, maar waar we niet van weten hoe belangrijk het zal zijn. Waarom? Omdat ik zie dat ook een aantal andere thema's aan een remonte bezig zijn op de politieke agenda. Ik denk aan klimaat, waar we de betogingen hebben gehad met 75.000 mensen op straat, waar we de gele hesjes gehad hebben. Betogingen die eigenlijk gaan over socio-economische thema's, mm-hmm. over belastingen, over pensioenen en dergelijke meer. En veel minder over migratie. Ook het thema van de pensioenen zal een belangrijk thema zijn in de verkiezingen. Ik geef vaak het voorbeeld van Theresa May, die verwacht dat de vorige verkiezingen helemaal gingen gaan over de Brexit. En uiteindelijk is ze gestruikeld, is haar meerderheid kwijtgespeeld over wat men noemde de elderly tax. En dat was een tax die ging over ouderen die naar het rustoord gingen. En daar is ze uiteindelijk over uitgegleden. Dus waar zal de campagne inhoudelijk over gaan? Dat zullen we pas weten wanneer we zover zijn. Hè. Het is te vroeg om te zeggen, het zal zeker daarover gaan. Ten tweede denk ik dat, en dat is misschien nieuw in deze campagne, dat de stijl van aan politiek doen een thema zal worden. Hè, waarbij je partijen hebt die eerder polariseren en andere die van op een fatsoenlijke, respectvolle manier aan politiek doen, een thema zullen maken. Sommigen die zullen proberen een oppositierol ten volle te voeren en anderen die zeggen, kijk, wij zijn klaar om verantwoordelijkheid te nemen en desnoods akkoorden en compromissen te maken. Dus de stijl van aan politiek doen, ook op sociale media en zo, zal een thema zijn bij deze verkiezingen. En tot slot is er in België, we zijn in België natuurlijk ook altijd de vraag naar de instellingen. Hè. Wat met een staatshervorming, wat met het confederalisme, hoe gaan we daarmee om? Waarbij ik persoonlijk, mijn opinie is dat we nog te veel werk op de plank hebben, socio-economisch, om nu al aan een nieuwe staatshervorming te beginnen, maar dat ik voorstel om wel wat ik noemde hervorming van de overheid op tafel te leggen. En daarmee bedoel ik het volgende, namelijk dat we moeten zien hoe we onze overheidsinstellingen, administratie en dergelijke meer, zonder staatshervorming, efficiënter kunnen doen werken. Hè. Hoeveel krijgt de burger terug voor het belastinggeld dat hij betaalt, is een belangrijk politiek thema. En ik denk dat we dat best aanpakken door hoe kunnen we onze administraties en overheden
efficiënter doen werken. Veel eer dan opnieuw te verzanden in 500 dagen over het confederalisme. Wat is dat nu juist? Hoe geraken we daarover eens? Hoe geraken we aan een tweederde meerderheid? Moeten we dan de PS terug aan tafel nemen en dergelijke meer? Nee, laat ons eerst eens kijken wat kunnen we doen binnen onze bevoegdheden om de overheid beter te laten werken. Dus ik denk dat dat het okay. kader is dat we zullen zien in 2019. Maar het is elke dag iets anders. Dus a week is a long time in politics. Hè. Dus hoe zal het juist verlopen de komende maanden? Ik weet het ook niet, maar ik vermoed dat de zaken die ik genoemd heb, de drie dingen, inhoud, instellingen en stijl, dat wel thema's zullen zijn die zullen leven. Hè. Peter Van Rompuy, u had het over Vlaams Belang en Groen die de lokale verkiezingen hadden gewonnen. Er is nu ook PvdA die in alle peilingen sterk opkomt. Er is het cordon sanitair rond Vlaams Belang. Zet u dat PvdA op dezelfde hoogte of golflengte als dat Vlaams Belang als het daarover gaat? Ja, dus ik begrijp niet goed waarom dat men voor PvdA een uitzondering zou maken en voor het Vlaams Belang niet. Hè. Dus in Zelzaten is in mijn ogen het cordon ter linkerzijde door de SPA doorbroken, door samen met de PvdA een bestuursakkoord te sluiten. En ik vind de argumenten die de SPA daarvoor naar voren geschoven heeft niet overtuigend, omdat ze eigenlijk de argumenten die ze gebruikt om het cordon voor het Vlaams Belang te verdedigen terzijde schuift als het gaat over een linkse partij. Hè, maar als het gaat over het Vlaams Belang aan die argumenten toch vasthoudt. Wat ik wel wil zeggen, dat is dat het feit alleen al dat u die vraag stelt, hè, hoe zit het met het cordon, een vraag is die we de afgelopen 4 jaar in politieke debatten niet meer gekregen hebben. Mm-hmm. Want sinds 2014, toen het Vlaams Belang 5% van de stemmen gehaald heeft, was dat thema eigenlijk van de politieke agenda grotendeels verdwenen. Hè. Nochtans heeft het Vlaams Belang, het is niet zo lang geleden, in 2004 nog 25% van de stemmen gehaald en er was nog niet eens toen sprake van een vluchtelingencrisis. En het is de opkomst van de N-VA, tezamen denk ik met de kordate migratiepolitiek van Maggie de Blok, die ervoor gezorgd hebben dat tussen 2004 en 2014 het Vlaams Belang van 25 naar 5% is gezakt. Maar sinds 14 oktober moeten we vaststellen dat het Vlaams Belang aan een remonte begonnen is. Hè. Bij de provinciale verkiezingen hadden zij, ik denk, iets van een 13% van de stemmen gehaald. En in mijn opinie is de partij die het Vlaams Belang klein gekregen heeft in 2014, heeft de fout gemaakt om de afgelopen 4 jaar weliswaar het beleid van de Blok verder te zetten in de Zweedse coalitie, maar daar rond een politieke communicatie te voeren die van migratie het alomheersende politieke thema heeft willen maken. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn op 14 oktober bij de lokale verkiezingen dat het Vlaams Belang terug opgestaan is. Ik wil wel duidelijk maken dat voor mij Vlaams Belang en N-VA totaal verschillende partijen zijn, maar in alle eerlijkheid ben ik wel geschrokken de laatste weken hoe ver de N-VA gegaan is om om de kiezers die ze verloren is aan het Vlaams Belang te kunnen terugwinnen. Hè. Dat sluit een beetje aan bij uw antwoord in ons eerste vraaggesprekje. U duwt eigenlijk op een sluwe manier dat N-VA meer en meer in de hoek van het Vlaams Belang. Maar wij hebben 4,5 jaar met de N-VA bestuurd. Hè. Ik vind de Zweedse coalitie een goede coalitie. Ik heb die in die jaren ook altijd en overal verdedigd. Dus ik ga de twee nooit op één lijn zetten. Maar ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik geschrokken ben dat wanneer een kopstuk van de N-VA zegt dat hij inspiratie haalt uit het programma van het Vlaams Belang, dat dat toch iets is dat ik van hen niet gewoon ben. Hè. Voor alle duidelijkheid, die twee partijen zijn verschillende partijen. En moest na de verkiezingen
blijken dat we opnieuw samen een coalitie moeten vormen, dan zie ik daar geen problemen in. Hè. Maar we kunnen niet ontkennen dat het feit dat men van migratie in de politieke communicatie het dominante politieke thema gemaakt heeft, dat het Vlaams Belang daarvan profiteert en aan een remonte is kunnen beginnen. En daarmee dat de vraag over het cordon sanitair zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde helemaal terug is. Hè. En ik vind nog altijd dat we moeten luisteren naar de bezorgdheden van die mensen, dat we moeten komen met redelijke oplossingen, maar dat samenwerken met het Vlaams Belang of de PvdA een stap te ver is. Hè. Bij het Vlaams Belang gaan ze op de koffie bij Assad, hè. En bij de PvdA hebben ze toch nog altijd moeilijk om de praktijken van Maduro in Venezuela te veroordelen. Peter van Rompuy, het klimaat is een van de vaste thema's in deze gesprekken die we voeren rond einde jaar. U linkt dat aan de hele hesjes, vanwaar die band tussen die twee? Wel, we hebben de afgelopen weken twee belangrijke manifestaties gezien. Hè. Aan de ene kant heb je de gele hesjes bij ons, maar ook en vooral in Frankrijk. En aan de andere kant heb je 2-3 weken geleden een klimaatmars gehad in Brussel met toch 75.000 mensen die daar naartoe gegaan zijn. En als politiek vind ik dat twee belangrijke signalen is waar we waar we goed naar moeten luisteren en waar we een aantal conclusies uit moeten trekken. En ten eerste zijn die twee manifestaties elkaar tegenstelden. Omdat de gele hesjes zijn voor een groot deel geboren uit de verhoogde tax op de diesel, die eigenlijk een klimaatmaatregel was. Hè, waardoor dat je op het eerste zicht zou zeggen, kijk, dat zijn twee bewegingen die eigenlijk tegen elkaar ingaan en elkaars tegenpolen zijn. Ook als je kijkt naar de manier van protest voeren, zijn die totaal tegengesteld. Gele hesjes is verlopen met zeer veel tumult en geweld, terwijl de klimaatmars, ja, je letterlijk na de mars geen papiertje vuil in de straten van Brussel hebt kunnen terugvinden. Dus twee tegengestelde bewegingen waar we als politiek toch een antwoord op moeten formuleren, is altijd een hele moeilijke oefening. Dus we moeten goed luisteren naar wat die mensen juist willen zeggen. Aan de andere kant is er, als je het op een afstand bekijkt, vind ik toch ook een gelijkenis. Of zijn er zaken die ze delen? En ik noem twee punten. Ten eerste denk ik dat beide bewegingen aangeven dat er iets moet gebeuren aan de multinationals en de mate waarin zij een deel van de lasten moeten dragen in onze samenleving. Hè. Op het vlak van fiscaliteit, zodat we minder lasten moeten leggen op de gewone man. Hè. En meer lasten op bijvoorbeeld de techreuzen, hè, waar dat we nu met Europa aan het kijken zijn hoe we hen 3% kunnen belasten op hun omzet. Dezelfde vraag van de klimaatbewegingen, namelijk om hun milieuafdruk naar beneden te halen. Dus de rol van de multinationals zijn een bezorgdheid die ze beide delen. Maar ten tweede is er een soort van talend vertrouwen in de daadkracht van internationale instellingen, die je terugvindt bij de twee bewegingen, waarbij dat je ziet dat heel wat klimaat-NGO's eigenlijk het geloof in de politieke actie wat aan het verliezen zijn en besloten hebben om allerlei juridische procedures op te starten om de politiek te dwingen om maatregelen te nemen. En aan de andere kant heb je de gele hesjes die eigenlijk ontstaan zijn buiten elke structuur en klassieke organisatie om. Hè. Die eigenlijk weten te zeggen waar ze tegen zijn, maar niet weten te zeggen waar ze voor zijn. En dus Macron heeft nu, het ergste is nu voorbij, maar hij heeft dat maar kunnen doen door de maatregelen waar dat ze tegen waren af te schaffen of uit te stellen. Terwijl dat als politici we zouden moeten kunnen komen met een
positief project. Te zeggen, kijk, we hebben nu goed gehoord, we gaan daar op die en die manier aan werken. We zullen dat ook samen doen. Hè. De GLS'jes hebben zelfs geen woordvoerders. En ik denk dat de politiek op zoek moet naar een beter verhaal om daarop te antwoorden. En een constructiever verhaal. En ten tweede hebben we nood aan resultaten en daadkracht. Hè. Ik denk dat de mensen moeten voelen dat als de economie aantrekt, dat het ook voor hen wat beter gaat. Dat als we economisch groeien, dat we dat kunnen doen zonder de CO2-emissie te doen oplopen. Ik denk dat we daar, als we over één zaak eens goed moeten nadenken als politici in de kerst, dan zou ik zeggen, laat ons over die twee betogingen een keer goed nadenken. Ja, maar het komt er eigenlijk ook op neer dat klimaat en klimaatmaatregelen zich eigenlijk altijd vertalen in fiscaliteit. Ja. Ook al ben ik het daar niet altijd mee eens. Ik denk dat we in de klimaatmaatregelen vooral moeten opletten voor ideologie, zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde. Waarbij dat men ter linkerzijde al te vaak zegt, we moeten gewoon elke vorm van milieuvervuiling plat belasten, wat ook de sociale gevolgen zouden zijn. Ik denk dat wij dat niet op een dogmatische manier mogen doen. En ter rechterzijde, alles wat dat de industrie zou kunnen schaden, dat willen we absoluut niet, zelfs al gaat het ten koste van het klimaat. Dus ik denk dat we weg moeten van die ideologische tegenstelling en vooral pragmatisch moeten kijken welke stappen kunnen we zetten. Ik zal u een voorbeeld geven. We hebben in België een heel gul systeem op het vlak van bedrijfswagens. Ik zou dat niet afschaffen, maar ik zou wel zo snel mogelijk invoeren dat die 400.000 wagens die onder dat systeem vallen, zo snel mogelijk groene wagens moeten zijn. We hebben die wet nog altijd niet gestemd, ook al stel ik vast in heel veel partijen voor dat idee steun heerst. Dat is op een pragmatische manier kijken hoe kunnen we snel vooruitgang boeken. 400.000 wagens is toch een belangrijk aandeel in ons wagenpark, zonder dat we onmiddellijk vervallen in allerlei taxaties die dan sociale weerstand oproepen en politieke besluitvorming uiteindelijk dreigen te doen blokkeren. Hè. De Europese gedachte kreeg vorige week een mokerslag. Een meerderheid van de Britten wil breken met een proces van Europese integratie dat meer dan 60 jaar lang garant stond voor vrede en een nooit geziene voorspoed. Voor mijn generatie was de val van de Berlijnse muur in 1989 het meest hoopvolle Europese momentum, Brexit het absolute dieptepunt. Brexit is de zoveelste crisis op rij, de zoveelste houvast die wegvalt. Crisis na crisis heeft de afgelopen jaren het vertrouwen van de mensen aangetast, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. De banken- en vluchtelingencrisis, het terrorisme, de financiële en energiecrisis, onze eigen institutionele moeilijkheden, dat alles maakt de mensen onzeker, zorgt voor pessimisme en het weegt op onze samenleving. Peter Van Rompuy, we hebben u ook gevraagd vanzelf een fragment aan te brengen. U hebt gekozen voor een debat rond de Brexit. Theresa May die bleek wel een kat met zeer vele levens te zijn, want die overleeft ongeveer alles. Maar hoe groot is die dreiging van die Brexit eigenlijk? Ik bedoel, is dit politieke perceptie die gecreëerd wordt dat we daar zoveel banen kunnen mee verliezen? Want ja, zo'n tanker, die economie, die keer je toch zomaar niet om? Ja. De dreiging is intussen zeer reëel geworden. Waarom? Omdat er in het Britse parlement, die uiteindelijk moeten beslissen hoe moet die Brexit nu uitgevoerd worden, er voor geen enkel scenario een begin van een meerderheid is. En ondertussen loopt de klok. 29 maart gaat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar er is geen meerderheid in de verste verte niet voor de deal van Theresa May. Er is ook geen meerderheid om 29 maart uit te stellen. Er is geen meerderheid om een nieuw referendum te houden. Maar als er tegen dan geen enkele beslissing genomen wordt, ja, dan verdwijnt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder enige afspraak. Niet over de grensovergangen, niet over de luchtvaart, niet over alle verzekeringscontracten die gesloten zijn in de city, niet over het financiële verkeer. Ja, er is niemand die eraan twijfelt dat dat gewoon echte chaos is